ook wel spannend dat dat een beetje anarchistisch is. Ja, dat vind ik leuk. Dat spreekt me heel erg aan. Beetje piratengevoel, zeg maar. Het wordt heel lastig om de consument over te halen om te gaan betalen voor legale content. Omdat de consument in de afgelopen jaren ontzettend verwend is met illegale content. Alles kan een consument krijgen en gratis. Dus je zal van heel ver moeten komen, wil je een consument verleiden om dat illegale aanbod wat hij kent los te laten en te gaan betalen voor iets wat hij ook gratis kan krijgen. Hoe de rest de vergoedingen eruit gaat zien is voor mij totaal niet van belang. Want het gaat voor mij alleen de muziek die ik graag in mijn bezit wil hebben. Volgens mij zijn er genoeg sites waar je wel veilig kan downloaden. Maar dan vraag ik me af of het niet tegen een prijs is. Dus of dat gratis is. Kinderen die vinden het volledig normaal. Die hebben niet eens het idee dat ze iets doen wat niet mag. Dat vind ik echt verlies. Dat we straks een generatie hebben die gewoon niet gewend is om ergens voor content te betalen. En daar krijgen we nog heel veel problemen mee in de toekomst. Iedereen wil gewoon lekker gewoon thuis films kunnen kijken en lekker downloaden. Iedereen vindt het normaal. Dus op het moment dat ik als filmmaker de bres opspring en ga demonstreren van jullie mogen niet meer downloaden, dan ben ik gewoon een lul. Want ze zeggen, ja, hey, je moet blij zijn dat we jouw film willen zien. In plaats van dat je gaat lopen zeiken dat wij jouw film gewoon kijken. Tegenwoordig is de illegaliteit al zo ver ontwikkeld dat films al op het net verschijnen. Die worden gestolen uit de editing room. Die gewoon nog niet eens gereleased zijn. Toen ik Schnitzelparadijs in de bioscoop had, toen brak de paniek uit. Omdat die op de een of andere manier was die gelekt en was die te downloaden. Nou, dan zag je gewoon dat het bioscoopbezoek kelderde. Ik kan met de beste wil van de wereld kan ik daar niet bij dat we al zo ver zijn. Dat iemand anders, content joyriding noem ik dat dan maar, dat iemand anders voordeel heeft van content waar ze zelf part nog deel aan hebben. Als ik een site zou beginnen waar ik zou aangeven waar je gestolen auto's voor niets, voor bijna niets zou kunnen krijgen, dan zou dat strafbaar zijn. Terwijl het nu wel blijkbaar door allerlei ingewikkelde regelgeving wel mogelijk blijkt te zijn dat er sites bestaan waarin je kunt zien waar je films die illegaal geüpload zijn, kunt downloaden. Hier is in geïnvesteerd door private partijen, notabene de overheid zelf. En dan hoort het in één keer bij het welvaartsniveau. De contentindustrie verwacht eigenlijk misschien wel iets van de overheid, wat de overheid helemaal niet wil. Misschien verwacht de contentpartijen wel dat de overheid op zich wel zal gaan optreden, omdat mensen iets ongebreideld kopiëren. Maar misschien zegt de overheid van ja, dat vinden we allemaal prima. Ik zou het jammer vinden, want ik denk ook niet dat het zo moet moeten zijn, maar misschien is dat wel zo. Wat is het belang van een ISP? Zoveel mogelijk data door een kabeltje proppen. Daar verdienen ze geld aan. Ik bedoel, het is bijna tegenstrijdig voor hen. Want als we dat gaan indammen, want filmpiraterij zorgt voor enorme datatransmissies over het net. Wij geven verkeer door van de klant zijn computer naar een server ergens op internet en terug. En wat voor verkeer dat is, eigenlijk speelt dat voor ons geen rol. Heel simpel gezegd, geen boodschap aan de boodschap. Er zijn partijen die graag zouden willen dat we wel boodschap aan de boodschap zouden willen hebben. Bijvoorbeeld de film- en muziekmaatschappijen zouden graag willen dat wij ervoor zouden zorgen dat onze klanten geen films en muziek kunnen downloaden en uploaden. En ik kan me dat voorstellen. Het is niet vanzelfsprekend dat films gratis zijn of dat muziek gratis is. Maar ik denk dat we wel op moeten passen met daar een actieve rol in te spelen. Omdat het niet aan de internetprovider is om te bepalen wat een klant mag doen en niet mag doen. Een internetprovider is een doorgeefluik van informatie van de ene naar de andere computer. En het hoort niet bij de rol van die internetprovider om een oordeel te vellen over wat er door dat luik gaat. Het vellen van oordelen in Nederland, in democratische landen, dat is een taak die bij de rechter thuis hoort, niet bij een private partij als een internetprovider. Wat er nog veel gebeurt is dat websites anoniem zijn en dat hosting providers eigenlijk toestaan dat websitehouders klant worden
op basis van valse NRW-gegevens. Voor mij als filmmaker is het heel moeilijk te accepteren dat in feite mijn privacy steeds vaker geschonden wordt op straat, doordat er camera's ter beveiliging van wie dan ook genomen worden, dat er in het kader van allerlei terrorismewetten, dat er voortdurend eigenlijk mijn privacy wordt geschonden, maar dat het die privacywet gebruikt wordt, misbruikt wordt, om in feite overtreders te beschermen, omdat we niet mogen weten wat ze doen. Ik denk dat privacy een groot goed is. Daar hebben we met z'n allen, goed aan gedaan om dat principe te initiëren. Maar tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet vervalt dat mensen het absolute recht op anonimiteit hebben. Want als je mensen het absolute recht op anonimiteit geeft, dan zijn mensen niet meer accountable. En als je mensen niet meer accountable kunt maken voor hun gedrag, dan ontstaat er gewoon een moeilijkheid om dingen te reguleren en te controleren. Als er niets gedaan wordt aan piraterij, dan zal dit betekenen dat in feite de diversiteit van films en ook de kwantiteit van de hoeveelheid films die gemaakt kunnen worden, zal sterk verminderen. Ze gaan minder risico nemen. Ze zijn dus, worden steeds banger om kleine films te maken of om films te maken met een edgy onderwerp. Ook zal de behoefte aan subsidiegeld sterk vergroten, waardoor in feite de band met het publiek sterk zal verminderen. Zolang onze budgetten niet direct afhankelijk zijn van het aantal kaartjes wat er verkocht wordt, ja, dan hebben wij daar minder last van. Uiteindelijk, als de hele industrie naar de kloten gaat, dan zal ook, denk ik, die Nederlandse film daaronder gaan leiden. En als er geen bioscopen meer zijn waar je films kan draaien, ja, dan houdt het op. Als het allemaal goed gaat in de wereld, dan valt het misschien wat minder op. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren de aankomende 2 jaar met onze industrie. Volgens mij, volgens ons, als je maar op een slimme, genoegen manier die content aanbiedt. Stel je voor, je biedt gewoon al die films en al die series en liedjes. Die bied je aan voor, bijvoorbeeld zoals de iTunes Store dat doet, voor 99 cent een liedje downloaden. Nou, als je op die manier al die content aanbiedt, dan denk ik dat heel veel mensen die nu hun content gewoon downloaden, gratis downloaden, dat die heel goed bereid zijn om daar een bijdrage aan te betalen. Voor films die niet noodzakelijkerwijs gemaakt zijn om een heel groot publiek te maken, voor die films zou het wellicht, en voor die filmmakers van die films, zou het wellicht een oplossing kunnen zijn om naar een flat fee gedachte te gaan. Maar voor de makers van films die op een groot publiek zijn gericht, is het zo dat er een heel moeilijke relatie te vinden valt hoe dat geld verdeeld zou moeten worden. Heel veel meer dan een paar euro zou je daar ook niet voor kunnen vragen. Want anders dan gaat het nog steeds via een andere kanaal en illegaal en zo. Ik denk echter dat het ontzettend moeilijk is om een businessmodel te maken als je niet aan de andere kant weet dat het te hand te haven valt. Als je niet zegt van er moet dus wel wetgeving zijn waarop op een gegeven moment duidelijk is dat alles wat je bedenkt, dat je ook die rechten kunt beschermen. Als te lang die rechten niet beschermd kunnen worden, ja, dan heeft het weinig zin om met nieuwe businessmodellen te komen. Partijen die moedwillig geld verdienen aan illegale content, die moeten gewoon aanpakken. Dat moet niet kunnen. Wat er moet gebeuren is dat hosting providers hun klant kennen. Ja, dat zij in ieder geval moeite doen om de ware naam, adres, woonplaats van hun klant te kennen. Wat wij in de gamesindustrie denk ik heel goed doen qua community management en accountability is dat op games networks, neem Xbox Live of PlayStation Network, daar registreren mensen zich onder een gamertag. Dus van op dat moment ben je niet meer anoniem, je bent aanwezig. Je gaat akkoord met een aantal voorwaarden die daarbij horen. En op het moment dat mensen zich dus niet aan die voorwaarden houden, dan kun je mensen daarop aanspreken. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we niet die eindgebruiker criminaliseren, maar dat we de partijen aanpakken die massaal inbreuk plegen op het auteursrecht en daar heel veel geld aan verdienen. Als ik niet zou geloven dat de overheid inderdaad van plan zou zijn iets eraan zou doen, dan zou ik nu op dit moment echt bezig zijn om een ander vak te gaan kiezen. Want ik denk dat als de overheid niet iets gaat doen, dan is dat heel erg nodig, want dan zal er niet echt een gezonde filmindustrie overblijven. Dus vandaar dat ik zeg van ik geloof
dat de overheid daar ook inderdaad iets aan gaat doen. En daarmee geloof ik ook dat die branche gezond kan blijven.